Take your marks. Sorry. Voor de Paralympische zwemmers op de 50 meter nummers, je kunt zich gewoon melden aan de startzijde. Tenminste, de startzijde voor de 50 meter nummers. Je hoeft niet dat hele stuk naar de voorstart. Ladies and gentlemen, Paralympic swimmers and swimsters on the 50 meter events. You can report yourself on the start side of the 50 meter events. You don't have to go to the call room. Paralympic swimmers on the 50 meter events, you don't have to go to the call room, you can report yourself on the site where the 50 meter events will start. Dat is het einde bijna van deze 200 meter vrije slag. De laatste serie gaat als eerste aantekenen de zwemster in baan 4. Dat is Marieke Tienstra, 2:07:67. Is de uitslag compleet? Dan gaan we naar het overzicht kijken van deze serie 9 dames 200 meter vrije slag. Daar zien we de officiële uitslag op het scorebord staan, dames en heren. En gaan we ons opmaken voor het volgende programmanummer, programmanummer 14. En programmanummer 14 is de heren 50 meter schoolslag. Allereerst natuurlijk even een proefstart om de apparatuur te testen.